Zaterdag is het precies 30 jaar geleden dat Oost- en West-Duitsland weer werden verenigd. Dit is Uitgelicht. Goedenavond. Aankomende zaterdag is het precies 30 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. Een historische mijlpaal, maar wat merken wij vandaag de dag nog van deze gebeurtenis? Daarover straks meer in het gesprek met Johan Grünbauer. Maar nu eerst de moderne stallen. Zij stoten meer stikstof uit dan van tevoren gedacht werd. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. De mestmonsters die mestmonsters heeft geanalyseerd. Aan de telefoon heb ik Jan Overeem, voorzitter van ChristenContact Agrariërs. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe kan het dat moderne stallen meer stikstof uitstoten? Want ja, we dachten dat het allemaal veel minder zou zijn. Ja, ja. Nee, het is ook al wel bekend dat een aantal stallen met heel veel technische maatregelen goed zouden werken. En als alles goed op elkaar afgestemd is, dan werkt alles ook goed. Mm-hmm. Maar in de praktijk zien we dan wel eens een keer dat er een storing optreedt. En dat betekent dat die op dat moment niet goed werkt. Ja, en dan kan het gebeuren dat ze inderdaad meer stikstof uitstoten als dat mag. Ja, en wat moet ik me voorstellen bij een moderne stal? Wat verschilt dat van een stal waar gewoon een koe in staat? En, ja. Nou, met name in de varkensstallen, pluimveestallen, dan zien we dan wel eens een keer dat er een luchtwasser op zit. En een luchtwasser, die wordt vaak gevoed met zwavelzuur. In ieder geval de chemische luchtwassers. En zwavelzuur bindt stikstof. Mm-hmm. Zie, en als we die luchtwasser uitzetten bijvoorbeeld, of hij gaat door een technisch mankement kapot, dat hij even een paar dagen stuk is, op dat moment werkt hij niet en gaat een stuk stikstof vrij de lucht in. Ja. Terwijl die anders afgevangen zou worden. Ja. Dit is dus onderzoek van CBS. Wat betekent dit nou uiteindelijk voor de boeren met zo'n moderne stal? Want die waren al aan het mopperen natuurlijk over dat er zoveel ingrepen bij hun gedaan moesten worden. Ja. Nou, op zich hoeft dat niets te betekenen. Ik weet dat alle stallen ook heel goed gemonitord worden, ook door de gemeentes. Om te kijken van heb je hem altijd wel aanstaan, hè? Bijvoorbeeld de luchtwasser. Maar dat wordt allemaal gecheckt en daar is handhaving op. Dus als alles goed werkt, dan moet dat gewoon geen problemen zijn. Want dan kunnen de stallen waar bijvoorbeeld 60% of 80% gereduceerd wordt, dat percentage ook gewoon halen. Ja. Alleen op het moment wanneer er een mankement aan is, ja, dat is vaak niet meteen dezelfde dag nog verholpen. Dat duurt soms een paar dagen. En juist op die momenten stoot hij meer stikstof uit. Ja, maar het CBS heeft dus onderzoek gedaan en het blijkt dus dat ze meer dan we verwachten. Dus uiteindelijk gaat dat dan ook nog weer voor die stikstofnormen gelden, dat we dan dat ze het nog meer moeten gaan inkrimpen? Ik weet niet of dat daarvan invloed is. Dit is een onderzoek geweest, wat u net aankondigde, dat inderdaad wat meer uitstoot is. Ja. Ook vooral voor de mesttransporten werden ook even genoemd. Ja. In het artikel. Nou, mesttransporten betekent eigenlijk op het moment dat de mest geladen wordt en weer uitgeladen wordt. Dat zijn momenten dat de mest in aanraking komt met lucht en dat er dus stikstof vrij kan komen. Ja. Zie, dat is nog nooit anders geweest, alleen nu is het gemeten. En daar blijkt dat er wat hogere getallen uitkomen als dat van tevoren bedacht was. Ja, helder. Oké, dank voor dit gesprek. Jan Overeem, voorzitter van ChristenContact Agrariërs. Ja, graag gedaan. Zaterdag is het precies 30 jaar geleden dat er een einde kwam aan het communistische tijdperk in Duitsland. Er hing een optimistische sfeer in de lucht en is er nu, 30 jaar later, nog steeds reden voor een feestje? Daarover praat ik verder met Johan Grünbauer, voorzitter van Stichting SGTRS, Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers. Zeg ik het goed, hè? Hele mond vol. Ja, maar lange naam, vandaar die afkorting. Waar was u 30 jaar geleden? Ik was 30 jaar geleden, zat ik in de keuken en dus zat ik mijn bordjes af te wassen. Althans, die gingen de vaatwasser in. En toen hoorde ik dat nieuws. Ik keek zo schuin, ik heb het laten liggen. Ik ben gelijk naar de tv gegaan. En ik zei, dat is toch wel een hele bijzondere gebeurtenis wat hier gebeurt. Ja. Wat voelde u toen? U had dus het in het bijzonder? Ja, ik voelde, maar... ik, toen ik dat zag, toen moest ik een beetje denken aan dat grote... dat grote beeld wat in Daniel wordt beschreven, dat monoliet, dat geweldige laatste, dat viel in allerlei stukken. Plotseling kwam er één steen en het viel helemaal uit elkaar. Ja. En daar moest ik een beetje aan denken. Hè. Dat, of de menigte zegt,
keizer is naakt en niemand durfde te zeggen. En toen viel het. En toen viel het hele ding verpulverde naar alle kanten. Ja, het hele regime viel uit elkaar. We gaan het daar straks nog eventjes verder over hebben. Is het nu, 30 jaar later, is het reden voor een feestje? 30 jaar geen muur meer, geen verschil tussen Oost- en West-Europa? Dat die muur nu niet is, op zich is het wel, lijkt het een reden zijn voor een feestje. Want we hebben toen de Koude Oorlog gewonnen. Ja. Maar als we 30 jaar verder gaan, 30 jaar vrede, dan denk ik dat je dan moet zeggen, we hebben de vrede verloren. Ja. Want we zien dat die krachten die tegenover elkaar staan, denk aan Reagan en Thatcher enerzijds en die communisten aan de andere kant. En dan zie je dat het liberale de democratische liberalen gewonnen hebben. Maar als je nu 30 jaar verder kijkt, zie je dat het helemaal in de versukkeling is geraakt. Want die partijen die het gewonnen hebben, denk ik, even Nederlandse termen, dat maakt het makkelijk hier. VVD, CDA, toen 30 jaar terug. Als je kijkt wat voor deze partijen over is en wat voor machten erbij gekomen zijn die hun overroelen, denk aan de populisten. Ja. En ook met name natuurlijk ook de populisten in Oost-Europa. Als je ziet een Orbán, zelf een dissident tegen het communisme geweest. In Hongarije. Hoe zo'n Orbán nu opereert, dan denk je bij jezelf, jongen, we hebben de vrede verloren. Ja, we hebben er dus eigenlijk niks van geleerd. We hebben er eigenlijk weinig van geleerd, maar in die zin is het ook wel opvallend toen de muur viel. En ook andere regimes korte tijd later in Oost-Europa, Tsjechoslowakije, Bulgarije, Roemenië en 2 jaar later dan de Baltische Staten en de Oekraïne. Dat eigenlijk nooit een onderzoek is gedaan en bewust van hoe zat dat systeem in elkaar. Waar zijn we toen op onderzoek gegaan, mensen geïnterviewd, gaan onderzoeken. Hoe komt het toch dat dit 40 jaar heeft kunnen bestaan? Er was totaal geen belangstelling voor. Ja, ja. En dat wreekt zich nu. Ja. Die muur viel toen. De muur was er niet meer. Maar er waren nog steeds wel verschillen tussen Oost en West. Zien we die verschillen tussen Oost en West die er toen waren, ook al stond die muur er niet meer tussen, zien we die verschillen nog steeds? Nou, je ziet ze op economisch gebied. Je ziet heel veel mensen uit de voormalige DDR, Oost-Duitsland. Die zijn, omdat het één land werd, konden ze heel makkelijk naar West-Duitsland, naar Frankfurt gaan of Hamburg, waar ze een beter bestaan konden leiden. Je zag dus ook een stuk ontvolking in die oostelijke deel. In de andere landen was dat minder sprake van, want een Tsjechoslowaak of een Hongaar, ook wegens de taal, konden ze niet zomaar ergens anders in gaan settelen. Ja. Maar je zag dat economisch, dat de enorme geldstroom in Duitsland, van West naar Oost-Duitsland, natuurlijk steden werden gerenoveerd, autobanen aangelegd. Dat is in een hele korte tijd het verschil ongedaan gemaakt. Ja, ja, dus dat is een voorspoed geweest richting Oost-Europa. Ja. Gebeurt dat nog steeds? Want nog steeds zien we dat West-Europa anders in elkaar steekt dan Oost-Europa. Dat het er anders uitziet. Maar dat er ook meer geld naar Oost-Europa gaat. Ja, vanuit de Europese gaat er geld. Je hebt meer, zoals Nederland, wij zijn netto-betaler en daar zitten netto-ontvangers. Ja. Ik denk ook heel goed is dat wegen worden aangelegd. Maar na 30 jaar zijn die zo langzamerhand wel aangelegd. Autobanen zijn er. Maar wat we niet geleerd hebben, daar maken we ons gerust over. Dat je ziet dat in die landen waar je eerst even, en ik denk aan Tsjechoslowakije toen Václav Havel, en die heeft die splitsing van Tsjechië en Slowakije er meegemaakt. Maar 30 jaar verder zien we daar een Babiš aan het bewind. Wat eigenlijk een communist is. En daar ook vanuit bepaalde rechtbanken ook toe ook verklaard is. Ja. En, maar goed, daar gaan we ook als Europa mee in zee. We praten met ze, we onderhandelen met ze. Ik denk dat wij dat wel moeten, want je ziet dat ze zijn zogenaamd democratisch. Net zoals Trump democratisch gekozen is, zijn ze ook democratisch gekozen. Ja. Hoe is het toch mogelijk dat zo'n volk voor zulke mensen kiest? Ja, dat kun je Amerika afvragen. Maar goed, ze zijn democratisch gekozen, dus dan kunnen we misschien, je bent van de Stichting Grens Totalitaire Regimes, we kunnen niet zeggen dat het een totalitair regime is, want ze zijn toch democratisch gekozen? Ja, dat door kunnen het we. Volk. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk geen op zich natuurlijk zegt dat niet alles. We hebben ook gezien dat tenslotte is Hitler ook democratisch aan de macht gekomen. Ja. He, dus dat. Maar je ziet dat het gebeurt.
En je ziet ook dat die partijen in ons land, die ervoor gezorgd hebben en mee bijgedragen, sommigen hebben het bijgedragen, en de CDU in Duitsland, hè, dus een groot voorbeeld. Je ziet dat ze gewoon hun invloed en hun macht is tanende. Ja. En terwijl zij de Koude Oorlog hebben gewonnen. Dan zeg je, hoe komt het toch dat die macht tanende is van deze partijen? En dat die populistische partijen zo groeiend zijn. Maar ook de linkse partijen, die linken in Duitsland. Ik denk dat we dat moeten opmerken. En dat het natuurlijk ook wel het feestje vergalt. Ja. Voor mij vergalt het feestje van die muur die we nu 30 jaar herdenken dat die gevallen is. Ja. Maar dit is het gevolg. Maar is dat dan uw politieke voorkeur waarvan u zegt van nou, dat valt weg? Of is dat echt iets waarvan u zegt van nee, het is niet alleen een politieke voorkeur, maar het is ook het gevoel van jongens, we verliezen aan alle kanten de grip op de samenleving door populistische partijen? Ja, ik denk dat is het. En ik denk met name het probleem is dat wij toen de muur viel, dat er totaal geen belangstelling meer was voor is geweest van, wat is er toch geweest die 40 jaar? Wat is nou eigenlijk, hoe komt het dat 40 jaar lang die landen zo onder de betovering is geweest? Hè? En dat hoe is denkt u dat dat komt, dat ze onder die betovering bleven? Ik denk dat het door propaganda is gebeurd. En ook door het interne systeem van de geheime politie. Ja. En je ziet ook dat Stalin, of dat de hele zaak dat die macht van de communisten, dat de macht hebben gekregen in die satellietlanden, die westers georiënteerd waren vroeger, zoals Tsjechoslowakije. Dat was de langste democratie in Midden-Centraal-Europa. Dat zo'n land gekomen is tot het communisme, dat komt ook door de invloed van Stalin. En Stalin heeft die invloed gekregen door het Molotov-Ribbentrop-pact in 1939. Dat was het vriendschapsverdrag tussen Hitler en Stalin. Ja, het niet-aanvalsverdrag, dat ze elkaar niet aan zouden vallen. Ja, die waren het gewoon met elkaar eens. Ja. En wat wij steeds onderschatten op de huidige dag, dat het communistische systeem net zo geraffineerd in elkaar zit en slecht geraffineerd als het nationaal-socialistische systeem. Er wordt nu afgeleid, ja, het was een beetje dwang, een beetje autoritair, maar de echte duivel, dat was het nationaal-socialisme. Maar kunnen we dat soort populisten die dus in Oost-Europa aan de macht zijn, waarvan u ook zegt van nou, dat zie je zelfs in het westen van Europa, kunnen we ze stoppen zonder daar misschien wel dictatoriaal of autoritair de wacht doen? Want als wij nu zeggen van nee, dat mag niet, ja, wie zijn wij dan? Want dan dat klopt, maar ik denk dat de staat of valt met de bestudering van de late geschiedenis spreken. Maar je ziet over de hele, ook de 30 jaar in West-Europa, dat er steeds minder belangstelling en geld komt voor de geschiedenis. Het is heel erg dat in de middelbare scholen, langs met in het curriculum, de geschiedenis wordt afgeschaft door algemene maatschappijleer. Ja. En ik denk de geschiedenis is ervoor om wat er gebeurd is, maar te interpreteren en te begrijpen. En waarom wil je dat begrijpen? Dat ik het niet nog een keer hoef mee te maken. Maar we gaan nu meemaken dat wat daar gebeurt is dat we het weer gaan krijgen. Ja, maar voor mij heb ik bij mijn geschiedenisles al gehoord, de geschiedenis herhaalt zich altijd. Dus we gaan het altijd weer meemaken. Ja, maar als je de geschiedenis als je de geschiedenis goed gaat bestuderen en je trekt daar je conclusies uit, ja, dan is dat de beste barrière om dat te voorkomen. Ja. We moeten gaan afronden. Wat kunnen we de aankomende 30 jaar nog gaan verwachten in Europa als het gaat om die val van de muur, om het gaat van dat communisme, dat opkomende populisme? Ja, ik ben daar natuurlijk, als je de ontwikkelingen ziet zoals ze gaan. Ik geloof ook nog steeds in wonderen. Net zoals dat wonder is geweest dat die 40 jaar zo'n muur viel. Geloof ik ook wel in zo'n wonder, zo'n revij van onderop. Dat we zeggen, ja, maar dit laten we ons niet gebeuren. Dat er een beweging op gang komt die daar op een democratische, integere manier tegenin gaat. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja. En ik geloof dat dat zou moeten gebeuren. Maar dit loopt natuurlijk op deze manier. Ja. Zie ik er toch wel zie ik het somber in. Dan ben ik dat feestje van 30 jaar terug ben ik dus. Wat voor mij is een ingetogen feestje. Een ingetogen feestje. Johan Kruenbauer, heel erg bedankt voor de komst naar de studio. U bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.